Hey, Fayaz Juma Max hier, 27 jaar, woon in Utrecht en ben geboren en opgegroeid in Suriname. Je zou denken, waarom maak ik deze video eigenlijk? Is het weer zo'n video om je te overhalen om te solliciteren op een bestuursfunctie of politiek actief te worden? Nou, niet helemaal. Dit gaat over mijn eigen verhaal en mijn eigen redenen om politiek actief te worden. En hopelijk, of misschien, kan ik jou hiermee wel enigszins inspireren om je op een bepaalde manier toch wel in te zetten. Nou, toen ik naar Suriname kwam, toen ik naar Nederland kwam, sorry, vanuit Suriname in 2012, heb ik me nooit echt thuis gevoeld. Ik heb me altijd de ander gevoeld. Altijd wel een beetje het buitenbeentje. Een beetje dat ik mezelf moest bewijzen. Ik was heel erg bewust van dat ik anders was in elke omgeving waar ik me in bevond. Je kent de vragen wel, zoals: oh, waar kom je vandaan? Nee, waar kom je echt vandaan? Of ben je praktiserend moslim? Of oh, wat spreek je goed Nederlands? Weet je, die vormen van microagressie en de gelaagdheid eromheen hebben me ook heel veel gedaan. En op een gegeven moment heb ik ook gezegd van nee, dit kan eigenlijk gewoon niet. Ik wil kunnen opkomen voor mijn eigen rechten. Ik wil mijn eigen agenda kunnen bepalen. Ik wil kunnen meebeslissen. Ik wil aan tafel kunnen zitten of mijn eigen tafel kunnen creëren. En het is geen tijd meer dat anderen voor mij gaan bepalen hoe ik dingen doe, wat ik doe en op welke manier ik mijn leven moet inrichten. Dus vandaar dat ik heb gezegd van ik wil politiek gaan inzetten om die verandering teweeg te brengen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen die soortgelijke ervaringen hebben of die zich heel erg kunnen herkennen in de situaties die ik, maar ook heel veel andere personen van kleur, jongeren, hebben meegemaakt. En daar is denk ik BIJ1, niet denk ik, weet ik, de enige partij eigenlijk voor die dat biedt. De enige partij die een nieuwe koers vaart. Een nieuwe koers van politieke en maatschappelijke verandering, die dat podium wel biedt voor ongehoorde en ondervertegenwoordigde groepen in de samenleving. En die dus ruimte creëert die er voorheen gewoon niet was. Vandaar dat ik me dus ben gaan inzetten voor Utrecht BIJ1. Dus ook voor degene die dit ziet, wil je inzetten tegen allerlei vormen van discriminatie voor een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. En voor personen zoals jij of voor jezelf, om je eigen agenda te bepalen, dan zou ik je wel echt willen aanraden om te overwegen in ieder geval om te kijken op welke manier je je kunt inzetten. Het kan middels een bestuursfunctie, het kan middels een commissie, het kan middels een vrijwilligersfunctie, maar laat je stem horen. Dat is het allerbelangrijkste. Dank je wel.